gaan we dan. Gisteren is Sinterklaas aangekomen in Nederland. En vandaag, zondag, dan komt hij aan in Boxtel. Hij kan ieder moment komen. En we gaan samen eens kijken wie er allemaal al klaarstaan om de Sint te verwelkomen. Hier zit een heel mooi klein Pietje. Dag Piet. Heb jij al een klein verlanglijstje? Ja, ik wil een iPad. Nou, alweer een Pietje, zo mooi gemaakt en een mooie muts op. En wie heeft jou zo mooi gesminkt? Mijn moeder. Mooi hoor. Wat vraag jij voor Sinterklaas? Heel veel pistolen. En een paar knuffels. En nog andere dingen. Nou, het lijkt wel een echte Sinterklaas die hier staat. Wat mooi, die mijter en een mooie cape. Leuk hoor. Vertel eens, heb jij ook al je schoen gezet vannacht? Ja. En? En er zaten allemaal neppe muntjes van die chocolademuntjes. Dat nepgeld? Ja. Beveiliging of zo? Ja, wij zijn beveiligingspieten. Wij komen kijken of Sinterklaas hier aan kan komen. Zo, oma. Al vroeg erbij? Wat dacht je? Ik ga lekker vooraan. Vooraan, dan zien ze alles heel goed. Toch? Ja, zeker. En wat gezellig daar, Sinterklaas, hè? Hij vindt het een beetje spannend. Is ook een beetje spannend, hè? Maar Sinterklaas weet dat hij heel lief is geweest. Komt helemaal goed. Dan is het heel gezellig, want dan krijg je daar ook lekker pepernoten misschien wel van Sinterklaas. Dat lust hij wel, hè? Ik ken dit. Ik ga maar gauw. Veel plezier en sterkte, oma. Dank je wel. Twee hele kleine Pietjes. Met een hele grote zak. Waarvoor is die zak? Voor de pepernootjes. Dus jullie denken, ik neem lekker grote zakken mee. Dan kunnen we er veel pepernoten in doen. Ja. Maar heb je de schoen al gezet? Ja. Wat zat erin? Er zitten allemaal kleine dingetjes. Wat zit in de schoen? Allemaal kleine dingetjes. En wat dan? Weet ik zelf niet meer. En jij? Het is heel veel. En dan vraag je nog meer voor Sinterklaas? Ik vraag nog van die poppetjes met haartjes en die ruiken naar suikerspin. Spannend hoor, leuk. Nou, houd de zak maar goed open als je dadelijk langskomt. He? Veel plezier, hè? Ja, het is sowieso Sinterklaas inhalen is altijd bijzonder. He, het feest van onze kinderen en gisteren in Apeldoorn, vandaag alweer in Boxtel. He, het is toch onvoorstelbaar weer, wat de man weer de tijd voor neemt. He? Ik snap er niks van. Volgens mij heeft hij heel de nachten is hij gewoon door gaan reizen om overal te komen. He? Onvoorstelbaar. En op die leeftijd ook. He? Want de man wordt elk jaar toch een jaartje ouder. Ik weet niet of men dat gaat lukken. U wel? Nou, ik heb heel veel... Nee, ik zelf niet. Nee, ik haal dat niet. Nee, ik denk het niet. Alleen al de baard krijgen, dat wordt al een probleem, denk ik. Dan lijken we toch een beetje op elkaar. Dat lukt mij ook niet. Een hele fijne dag in ieder geval. Dankjewel. En heel veel plezier voor de kinderen van Boxtel. Die het weer met dat prachtige zonnetje. He? Nou. Ja, nee, zie ik. Ik was daar, burgemeester. Hartelijk welkom. Wat fijn dat u er ook bij bent. En kinderen, ik hoor nog geen liedjes zingen, maar... Zing maar mee, allemaal, de papa's en de mama's. Mama, hij rijdt gewoon door. Hallo, wat zie je er wel prachtig uit. En dat heb ik een hoop hulppietjes vandaag. Wat superleuk. Mama. Kijk er helemaal boven zeg. En heeft iedereen goed geslapen vannacht? Ja. Heb je allemaal de Sint zien aankomen in Apeldoorn? Ja. Goed zo. Nou, ik heb ook heerlijk geslapen op het kasteel. Dankjewel, Boxenbereid en Italië, maar... We overnachten en nu geef ik even mijn... Kijk eens, kijk, de burgemeester die gaat de Sint eventjes hoogst persoonlijk uit de boot halen, jongens. Kijk eens hier, een applaus, de Sint is in Boxtel! Ja!
Sint, we gaan natuurlijk meteen op stap. Want de kinderen kunnen niet wachten om u op het grote podium te zien. Maar we hebben hier even iets geoefend. Let op, Sint. Let op. Zijn we klaar voor? Ja! Oké, komt ie aan, hè? 3, 2, 1. Wij zijn... Ja, geweldig. Dat mag nog wel een keer, Marcel. Ja, dat mag nog wel een keer. Oh, ja, Sint. De Sint vindt het geweldig. Hij wil het nog een keer horen. Maar nu... Zo hard! Wij zijn... Hallo, hallo Sinterklaas. Nou, lieverd, hoe is het? Ja, goed, en met u? Ja, uitstekend. Ik ben niks veranderd, u ook niet. Dus ja, dat is helemaal wij blijven goed, gewoon hetzelfde. Wij blijven gewoon hetzelfde, ja, logisch. Heeft u er weer zin in om hier te komen logeren? Nou, het mooiste is hier dat er zoveel kindjes zijn. En alle kindjes mogen op kasteel Stapelen komen om eventjes kennis te maken. Dat is uitstekend, ja. Dat is hartstikke leuk. Ik wens u een hele fijne tijd hier in Bokst. En nu is je onderweg richting het gemeentehuis. De schoenen gezet? Ja. En? Dat is leuk. Wat heb je erin gekregen? Nee, zo'n steek van Stalox. Ik heb het horen meteen zeg. Dan ben je wel heel lief geweest dan. Thank you.
Hey jongens en meisjes, wie mag er vanavond zijn schoen zetten? Ja, weet je het zeker? Gisteren je schoen gezet? Oh, dat is wel heel snel als je gisteren je schoen gezet hebt. Kijk, doet hij ook te veel. Maar vanavond maak je meer kans, denk ik hoor, want nu is hij echt in Bokstel, hè? En, heb je Sinterklaas een hand gegeven? Ja. En wat zei hij? Zal ik het goed afzetten? Dat meen je niet? Ja. En wat heb je gevraagd? Wat wil je dat er graag in je schoen komt? Verrassing? Ja. Nou, veel plezier, hè? Oh, jij hebt goed gescoord, zeg. Voor wie zijn al die pepernoten? Ga jij ze verzamelen van iedereen? Nou, misschien kun je dan zelf voor Zwarte Piet gaan spelen. Lijkt je dat niet leuk? Nee. Toen werd hij heel zenuwachtig. Mijn huisje. Mag mijn huisje? Zeg je dan? Dank je lief. Alles onder de vallen hier. De Sint die schrijft voor. En die geeft handen. Maar zie jij er mooi uit, Piet? Ja, dankjewel. Wat ben jij voor? Ik ben danspiet. Ja. En jij geeft dansles of zo? Ja, zeker. Kijk, die Pieten daar, die proberen wel te dansen, maar die kunnen het nog niet zo goed. Dus ik moet wel even oefenen. En ook om de Pieten in goede vorm te houden, gaan we lekker dansen. Is er een welkom Sinterklaas of niet?
Dit is fantastisch, kinderen. Dat heb ik onderweg voor jullie genoten. Zoveel kinderen verkleed als Zwarte Piet of als Piet en Sinterklaas. Geweldig gewoon. En kijk eens hoeveel mensen we hebben. En allemaal lachende papa's en mama's. Fanatieke opa's en oma's. Dus ja, het is één groot feest. Eén groot feest. Geweldig. Wat gaaf. Ik ga heel eventjes naar de burgemeester. Want aan de burgemeester natuurlijk om de Sint officieel welkom te heten in Boksel. En voor de burgemeester heel bijzonder. Want de burgemeester die heeft ons een jaar lang, bijna een jaar lang, vergezeld in Boksel. En die heeft in ieder geval één ding nu mooi mee mogen maken. En dat is het welkom van Sinterklaas. Burgemeester, mag ik aan u vragen Sinterklaas welkom te heten in nog steeds uw stad? Dankjewel. Ja, ik ben ontzettend trots, Sinterklaas. Namens alle kindjes, namens alle volwassenen in Boksel. Fijn dat u weer hier bent. Want ja, het is toch niet niks, beste mensen. Gisteren nog in Apeldoorn en nu wel hier in Boksel. Hè? Maar gelukkig, u bent welkom op Stapelen. U kunt daar ook heerlijk uitrusten. Maar ook goed zijn voor onze kinderen. Hè? Want er zijn er wel, denk ik, 6000 die komen weer op Stapelen, Sinterklaas. Van harte welkom. Heel veel plezier. En heel veel cadeautjes geven aan al die kinderen. Want ze wachten erop. Vanavond is goed zitten, jongens. Hè? Ja! En er iets in stoppen. En morgen vroeg, heel vroeg opstaan. Feest in het dorp. Hiepe de piep. Hiepe de piep. En nou heel hard, hè. Hiepe de piep. Hele fijne dagen en een hele fijne middag. Tot ziens.